mensen, het is gebeurd. Het is gebeurd. We hebben de 150 abonnees bereikt. Het was gisteren gebeurd en ik was zo blij. En ik heb zelfs op Instagram met mijn vrouw gezet, wat moet ik doen eigenlijk bij de 150 abonnees? Ik ga hier later ook nog een video van uploaden, maar ik wil al zeggen, ontzettend bedankt om op mij te abonneren. Zonder jullie was de 150 al niet geraakt. Op naar de 200. En ik heb nu nog een vraagje voor jullie. Wat moet ik doen als ik dan... Wat moet ik eigenlijk nu... Ik wil iets speciaals natuurlijk doen voor de 150 abonnees. Maar jullie mogen eens een beetje even in de reacties zetten wat ik moet doen. En de beste, maar ook makkelijkste manier... kan ik doen. Ik probeer zelf ook nog iets te bedenken, maar echt allemaal ontzettend bedankt. Zonder jullie was het niet gelukt en ja, dat was het gewoon voor deze video. Ik ga nog een video uploaden wanneer, wanneer ik het zeg wat er gaat gebeuren, maar ik ben echt trots op jullie allemaal. Bedankt voor het kijken naar al mijn video's tot nu toe. Laat een like achter aan al mijn video's. Laat ook een zeker een like achter in deze video als je het leuk vindt. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En als je geabonneerd bent, vergeet dan niet op het belletje te duwen. Om gratis op hoogte te blijven met nieuwe video's. En dan ja, op naar de 200. En zo gaan we altijd vooruit. En op het moment heb ik nog zeker meer dan 200 abonnees. Maar dit is echt... ongelooflijk gewoon. Ik heb eigenlijk nooit gedacht dat ik zover ging raken, maar het is toch nog gebeurd. Dus ontzettend bedankt allemaal. Like deze video. Jullie zijn allemaal helden. En ja, bedankt allemaal. Maar de grote kans wat ik ga doen is een livestream, maar ik weet niet voor lang. Laten we zeggen, ik ga misschien een livestream doen van 6 uur. Een 6 uur livestream. En ja. Misschien ga ik dat doen. Ik ga het nog in een video uploaden om te laten weten wat ik ga doen. Maar laat al zeker in de reactie uw ideeën achter. En bedankt allemaal voor het abonneren nog eens. En ik heb er maar één ding te zeggen. En dat zeg ik al heel de tijd. Peace out met Jochen. En tot de volgende video. En jullie zullen we. Ciao.